Ik werk bij Nationale Nederlanden. Ik ook. En ik ook. Wat weet Nederland eigenlijk van ons? Behalve dat we een grote verzekeraar zijn. Ik bedoel, wat weten ze echt van ons? Van de manier waarop wij zaken doen. Want bewust zaken doen is ons uitgangspunt. Dat begint al met hoe we onze producten in de markt zetten. En die continu verbeteren. Want alleen door kritisch en eerlijk naar jezelf te kijken, kunnen het belang van de klant echt voorop zetten. Onze vier principes zijn hierbij leidend. Daadkracht, inlevingsvermogen, duidelijkheid en verantwoordelijkheid. Bij alles wat we doen denken we, wat zou ik er zelf van vinden? Als mens, als klant? En zou ik het begrijpen? Want communicatie nemen we heel serieus. Onlangs hebben we daarom al onze brochures herschreven. Duidelijke taal. We zien het als onze plicht om onze kennis te delen en om dialoog aan te gaan. Daarom organiseren we ook live sessies met klanten en relaties, zoals Kamerleden, de AFM of het Verbond van Verzekeraars. Bijvoorbeeld over pensioenen. Al die inzet wordt ook beloond. Sinds 2010 hebben wij het keurmerk Klantgericht Verzekeren en worden wij ook geprezen om ons duurzame beleggingsbeleid. Nationale Nederlanden kan als grote organisatie ook veel doen om het milieu te ontlasten. Zo doen we alleen zaken met partners die zelf ook duurzaam zijn. Maar er is meer. Tussen 2005 en 2020 zullen we ervoor zorgen dat we 20% minder energie gaan gebruiken. Dat hebben we zelfs zwart op wit gezet samen met het ministerie van Economische Zaken. En wij hebben speciale laadstations in onze parkeergarages. Zo stimuleren wij elektrisch rijden. En daarin nemen we zelf het voortouw. Want onze pendelauto's zijn al allemaal elektrisch of hybride. Maar ook het nieuwe werken en stimuleringsmaatregelen voor medewerkers om het openbaar vervoer te gebruiken geven een extra impuls. Zo kun je ook als medewerker zelf het verschil maken. En dat geeft een goed gevoel. Wij hebben ook een eigen Goede Doelenfonds. Voor en door collega's. Wij en de maatschappij. Collega's en de acties waar zij zich voor inzetten krijgen zo'n extra duwtje in de rug. We willen immers een verzekeraar zijn die midden in de maatschappij staat en er echt is voor Nederland. Hoe we dat doen? We steunen sociale, culturele en sportieve projecten. Door geld en middelen te geven en door medewerkers, wij dus, te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen. Dit is wat er ook gebeurt bij Nationale Nederlanden.